Swim Fight Cancer Holland Kroon. Ik sta op dit moment bij de derde swimkliniek, welke wordt gehouden in het Oude Veer, zodat de deelnemers een beetje de tips en tricks krijgen voor hoe je goed de 1 kilometer of de 2 kilometer kunt volbrengen. En we gaan kijken. De deelnemers krijgen nu de eerste basistips over de schoolslag en de borstcrawl. Wel heel belangrijk. Dus Steef is hier met een bootje. Om zo alles goed in de gaten te houden. Dus als er echt wat misgaat, dan is hij er altijd nog. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. We zijn nu dus schoolslag aan het zwemmen. En het is best wel een grote groep. Aan de andere kant zijn ze borstcrawl aan het doen. En we zijn nu gewoon lekker aan het zwemmen, lekker aan het oefenen voor 16 september. Doet iedereen het goed? Ja, het gaat echt goed. Top. Zwemmen bijna voorbij. Leuk. Vandaag is prachtig mooi weer en we hopen dat dit natuurlijk op 16 september ook zo is. De watertemperatuur op dit moment is 24 graden, dus dat is lekker warm. En dat wil ik zelf natuurlijk ook even uittesten, dus ik ga even met mijn voeten in het water. Nou, daar is echt niks mis mee. Daar kan je makkelijk in zwemmen zonder het koud te hebben. Nou, de zwemkliniek zit er alweer op. Iedereen heeft het echt super goed gedaan. De meesten hebben zelfs al 1400 meter geswommen. Dus die hebben de 1 kilometer eigenlijk al volbracht. En het is gewoon fijn om te weten van jezelf dat je dat gewoon kan doen. En ik hoor ook van heel veel deelnemers dat ze het leuk vinden om wat in contact te komen met andere deelnemers. Elkaar beter te leren kennen. Om zo de sfeer een beetje leuk te maken. Dus wil je ook nog meedoen aan de zwemkliniek? Dan kan dit nog op 18 augustus en 4 september. En ik zie jullie de volgende keer weer.